De meeste mensen die denken dat mensen met Chef de La Tourette helemaal vloeken, tieren, roepen. Ik heb dat niet. Ik heb meestal tics. Tics zijn bewegingen of geluiden die ik moet doen. Mijn been uitsteken tijdens het fietsen. Aan alles ruiken. Een nagel buiten mijn neus met heel veel lawaai optrekken. Sommigen gaan weg. Maar later komen er dan ook weer een paar nieuwe bij. En ik heb ook dwangen die ik ook alweer moet doen. En die dwangen die zijn zo dat ik mijn ontbijtgranen eerst moet tellen voordat ik de lepel in mijn mond steek. Bij een boterham, ik bekijk die ook altijd. Voor het taken in mijn mond steek. Zo één zijde, één keer, nog een zijde, twee keer dan die andere zijde. Eén keer en dat bekijk ik er nog één, dus twee keer en dan een hap en naar binnen. Ik ben alleen constant in gevecht dan met die boterham van dan zeg ik van stik dat in je mond. Maar mijn hand staat even achteraf, dan bekijk ik hem toch. Ik loop met één been op de stoep en één been in de goot en ook nog achteruit. Is dat niet idioot? Dan moet ik op de Ik luister ook heel vaak naar een liedje van Kinderen voor Kinderen. Ik loop met één been op de stoep. En omdat ik dan ook wel herken van, die hebben ook Sidelatoret. En ik vind dat ook wel een heel leuk liedje. En iemand die het weet, ik schaam me er een beetje voor, maar ik ga maar door, ga er maar niet door. Ondanks zijn Tourette kunnen we wel zo ook met Pieter overal naartoe. Allee, het is niet dat we vooraf schrik hebben van wat gaat er nu gebeuren of wat gaat hij nu doen daar of zo. Voorlopig is hij nog altijd die heel spontane, sympathieke jongen die direct iedereen voor zich gewonnen heeft. Hè. Wat we vooral doen concreet om hem te helpen, is hem zoveel mogelijk uitleg geven over wat hij net doet. Hij wordt gefrustreerd van mama, die beweging, ik wil dat niet doen, maar dat moet. Hem dan inderdaad uitleggen dat hij daar geen controle over heeft, maar dat hem daar rustig moet in blijven. Ik heb boven een kist staan waar allemaal dingen in zitten die ik wou houden. Ik kan niks wegdoen, snoeppapiertjes, tekening die ik zelf maakte, een pyjama die te klein is. Ja, omdat ik weet, er is nooit een identiek dezelfde pyjama. En van kleuren wel, maar het wordt niet identiek hetzelfde krukketje en al. In de klas, als er dan wel iets verkeerd loopt, dan weet ik wel heel rap. Dat heb ik wel voor. We mochten het papier van de proefreeks verscheuren. En toen, uit mijn enthousiasme, deed ik dat. Maar achteraf, ja, dan had ik ook weer zo last van het identieke. Ik had nog wel een kopieblad, maar dat was opgefluoriseerd. Dat hebben we dan niet eens verscheurd. Want ik kon mij nog inhouden om in de klas niet te wenen. Want op een bepaald moment was dat van, oei. Toen ik dat verscheurd had, en dan kon ik mij nog inhouden om te wenen. Ja, ik voel mij ook wel anders dan die anderen. En op de voetbal zeggen ze ook tegen mij van, Pieter, jij bent toch maar een rare ze. Dus op school en op de voetbal ben ik ook niet echt de populairste. Ja, als ik naar mezelf kijk, het enige wat ik kan zeggen is dat ik precies een lange slungel ben. Dat me veel kracht, denk ik wel soms. Wat we ook doen, is hem altijd positief blijven benaderen. Van, je moet dat wel doen, maar je blijft wel een leuke jongen. Hij zegt soms wel, mama, ik ben toch gek. En dan zeg ik, nee, je bent niet gek, je bent wel een speciale Pieter. Maar geen gekke Pieter. Ik ben blij met het leven zoals ik nu heb. En dankzij Gilles de La Tourette, dat is niet alleen maar nadelen. Dankzij dat heb ik ook mooie kantjes. Want ik kan ook heel lief zijn. Ik ben niet altijd heel lang kwaad. En
ik begrijp de gevoelens van andere mensen ook wel heel goed. En ik ben in vele dingen geïnteresseerd. Zoals in dino's, daar word ik gewoon een galas van. En ik heb ook wel veel gevoel voor humor. Ik heb zelf ook al een mop uitgevonden. Je weet wel, het is rood en tien ik een paard bij.